Hey, leuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe unboxing video. Ik heb vandaag een video, of een unboxing eigenlijk, van Laura Lisa Planner Stickers. De derde en ook eigenlijk de tweede in hele korte tijd. Ik heb hem al even opengemaakt om de factuur eruit te halen. Er staan mijn adresgegevens op en die wil ik niet op YouTube. En wat me eigenlijk opvalt is dat het een witte envelop was dit keer. Deze, wel gewoon een bubbel envelop. Kun je dat zo zien? Een bubbel envelop, maar dus een witte. En de afgelopen twee keer had ik een blauwe en daarvoor een zilveren, gouden envelop. Ook van bubbel, maar deze zijn volgens mij net iets steviger dan deze. En ik denk dat Lieselot dat heeft opgelost met een kartonnetje. Want deze zaten er de vorige keer niet bij. En ik vind het eigenlijk wel heel fijn dat deze erbij is gezeten. Want dan heb je toch meer kans dat het netter overkomt. Ik ga je laten zien wat ik heb. En daarbij wil ik deze even wat later laten zien. Ik ga je wel even een brief voorlezen. Ze doet er altijd een persoonlijk kaartje bij. En nu staat erop: tover maar een lach op je gezicht, want je bestelling is binnen. Ik wil je graag bedanken voor je bestelling. Het pakketje is met veel liefde ingepakt en ik hoop dat jij daardoor extra kan genieten. Veel plezier met het maken van mooie planningen. Liefst Lieselotte. Nou, Lieselot, het gaat helemaal goed komen. Ik heb dit keer twee algemene collecties besteld. Deze twee en nog wat losse stickers. En die losse stickers wil ik nog even wat over de service bij zeggen, maar daar kom ik dus zo meteen op. Eerst even deze collectie. Dit is de collectie van Charlotte Hoeboer van de Juf Vlogt collectie. En daar heeft dan Charlotte juist weer een nieuwe of een apart kaartje voorbij geschreven. Wat leuk dat je voor mijn mandelaar vlindercollectie hebt gekozen. Deel je het eindresultaat met me? Hashtag je vlogt stickers. XXX Charlotte. Gaat helemaal goed komen. Die ga ik delen. En dit setje heb ik gekozen omdat de kleuren me heel erg aanspreken. En ja, ik vind het gewoon echt een hele rustige layout en daar hou ik wel van. Ik heb deze ook alvast een beetje besteld om aan het gratis verzendbedrag te komen, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar ook gewoon omdat ik deze collectie echt wel heel erg leuk vind. En de kleuren spreken me echt heel erg aan, dus daar ben ik heel erg blij mee. Deze vind ik ook heel mooi, dit randje. Ja, hier ben ik echt heel blij mee. Ik doe deze even bovenop, want dan weet ik om welke collectie het gaat. Dit is dus de Juf Vlogt collectie, de algemene collectie, nummer 7008. Die leg ik even aan de kant. En eigenlijk de reden dat ik nog een keer ging bestellen is dat mijn bestelling van september, die had ik te laat besteld, dus die kwam ook te laat binnen. Dus voor september heb ik nog even een andere collectie gebruikt. Deze collectie, de 2055, wil ik gaan gebruiken voor Dierendag. Nou ben ik echt een kattenliefhebber, dus deze collectie moest ik echt hebben. Ik vond hem zo leuk. En ook Dierendag zit erbij, love my cat. En dat is echt 300% waar. Alles gaat voor mijn kat. Maar voor september heb ik dus een andere. Gebruik ik verschillende collecties. En voor oktober wil ik deze collectie dan gaan gebruiken. En dan in november wil ik de herfstcollectie, die ik in mijn vorige unboxing video heb laten zien. Even tussendoor, zo lief. Maar dan wil ik dus de herfstcollectie in oktober gaan gebruiken. Zeg ik dat goed? Nee, oktober wil ik deze collectie. In november de herfstcollectie die ik had besteld. En die heb ik dus in mijn vorige video unboxed. In december wil ik dan een kerst- of wintercollectie. Die moet ik dus nog bestellen. En dan wil ik de collectie van Charlotte Hoeboer. Wil ik heel graag in januari alvast gaan gebruiken. Dus als het goed is ben ik voorlopig klaar. Maar mij kende de plaats ik gerust volgende week weer opnieuw een bestelling. Wat ik nu heb gedaan is best wel veel losse stickervellen gekocht. En
Dat is eigenlijk omdat ik de collecties wil proberen een maand te gebruiken. Dus ik heb voor de 2055 die ik net heb laten zien, heb ik 2 setjes decoratiebalken bijbesteld. De 2048, daar had ik die collectie heb ik al, maar daar had ik te weinig decoratiebalken, dus die heb ik bijbesteld. Deze zijn trouwens, deze unbox ik in mijn eerste collectie. Of mijn eerste unboxing. Deze collectie unbox ik in mijn eerste unboxing video van Laura Lisa Planner Stickers. De 2045 had ik ook ergens voor bedacht. Ik weet even niet meer waarvoor, maar daar heb ik er ook 3 van besteld. Ik denk ook een setje die ik in mijn eerste collectie heb besteld. En de 2046 hoort ook bij een collectie die ik in mijn eerste unboxing heb laten zien. En daar heb ik ook weer 3 decoratiebalken bij besteld. Dan even terugkomend op de service. Want daar gaat deze over. Dit velletje heb ik namelijk niet besteld. Maar de vorige keer had ik die wel besteld. En het kan gebeuren dat er een keer een collectie tussendoor komt. Die natuurlijk niet helemaal... Die niet helemaal goed gesneden is. Lieselot probeert daar echt heel goed op te letten. Maar, nou ja, zoals je kan zien, deze, dit plakt niet. Toen heb ik Lieselotte een berichtje gestuurd. En toen zei ze tegen mij, weet je wat, je hebt net een nieuwe bestelling geplaatst. Vind je het goed als ik een nieuw setje naar je toe stuur? En dat is natuurlijk helemaal prima. En ze wilde zelfs... ze had toen wat, nou niet problemen, maar ze was aan het wachten op nieuw papier waar ze op kon printen. En toen vroeg ze, of toen gaf ze aan dat ze deze niet op voorraad had, anders had ze hem al eerder gestuurd. Dus echt, Lieselot, top service. Dankjewel. Ik ben er heel blij mee met deze stickertjes. En dan heb ik nog 2 velletjes met dagen. Niet data, maar dagen. En dat is dan mijn unboxing voor nu. Ik ben er iets sneller doorheen gegaan dan de vorige keren. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Ik zal de linkjes van alles wat ik heb besteld even onderin in de omschrijving zetten. Vergeet niet om een like achter te laten. En onderin kun je abonneren op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken. En hopelijk tot de volgende video. Doei doei!